Bas, je hebt de finale een beetje verloren, om het zo maar te zeggen. Dat is een beetje oneerbiedig, maar ja, hoe voelt dat nu? Maar ik vind niet dat ik de finale verloren heb. Ik ben gewoon niet gewonnen, dat is iets anders. Het voelt wel goed. Ik ben super blij. Ik heb alles kunnen meemaken dat ik wou meemaken. Ik heb alle activiteiten, alle spelen kunnen doen. En ben erbij geweest tot het aller einde. Het enige verschil met mij en Axel is dat hij met geld naar huis gaat en ik niet. Voilà. Geld dat überhaupt door vooral mij en Jury werd binnengebracht. Maar bon. Oei, een sneer naar Axel toe? Ja, ik vind Axel heeft heel tactisch gespeeld. Maar Axel moet wel toegeven dat hij toch wel een beetje lui was. En dat hij... Ja, dat hij wel meer kon doen, denk ik. Hij heeft nooit in de krachtige groep gezeten. Hij heeft nooit in de sterke groep gezeten. Hij heeft het zich wat makkelijker gemaakt. Hij heeft het wel veel tactischer gespeeld. Hij heeft zich veel meer op de achtergrond kunnen zetten. Hij heeft misschien zelfs beter geobserveerd. Hij wist ook sneller dat Elisabeth de Mol was. Dus hij heeft misschien wel beter gespeeld. Maar wel minder geld in de pot gebracht. Wist jij dat Elisabeth de Mol was? Ja, ik wist zeker dat Elisabeth de Mol was. Bij mij is de bal aan het rollen gegaan toen ik in de cel zat en door Jury en Elisabeth moest bevrijd worden. Paintballopdracht. Elisabeth, haar gedrag was gewoon heel bizar. Zij geloofde niet dat er een code was. Zij wou die vrijstelling. Zij voelde dat er iets mis was. En ik dacht, dat is kei raar dat hij niet meegaat in die leugen, terwijl Jury dat wel deed. En toen ben ik eigenlijk gaan terugdenken naar de verschillende opdrachten die ervoor waren geweest. Er waren toch een heel aantal zaken die niet klopten. Zoals? Welke mol zou nu Elisabeth niet in dat water gooien bij die grote bootproef? Elisabeth zou onmiddellijk haar jasje hebben opengetrokken, die zou te koud hebben. Dus dat zou eigenlijk die proef al doen mislukken van op voorhand. Dus ik vond het heel gek dat die daar stond. En ook, de allereerste keer dat ik een opdracht moest doen, was eigenlijk die bungee jump met Elisabeth. Toen was zij zeer aanmoedigend naar mij toe om te springen, wat ik heel tof vond. Dat aanmoedigende gedrag van haar heb ik nooit meer teruggezien. Die was eigenlijk iemand die... Ze werd plots iemand die veel sneller op gevaren ging wijzen. Die ging zeggen hoe het fout kon lopen. Dus dat was niet meer in coherentie met wie dat ze eerst was. Ja, want op dat moment was zij de mol natuurlijk nog niet. Voilà, inderdaad. Dus voor mij is ze echt van gedrag veranderd toen ze die molrol kreeg. Molrol, ja. Was jij eigenlijk een goede mol geweest? Ik zou in oktober gezegd hebben, ja. Ik zeg nu, nee, absoluut niet. Nee. Ik kan onvoldoende liegen. Ik heb het soms echt wel moeilijk om zo mensen op een verkeerd been te zetten. Ik vind als er een opdracht is, dan... Ja, voor mij, ik wil dat tot een goed einde brengen. En dat is nu net wat een mol niet moet doen. Dus ik denk niet dat ik een 100% goede mol was geweest. Nee, denk ik niet. Wat is jouw mooiste herinnering aan dit avontuur? Mooiste herinnering? Ik denk... die avond, dat we, of die twee dagen dat we in de tempel waren met de Vovinam-opdracht en die steen die moesten verleggen. Voor mij was dat heel mooi, omdat de setting was heel mooi. We hadden kei lekker gegeten, die tempel was heel tof. We hadden ook een ceremonie meegemaakt die zeer interessant was. En ik heb toen echt de jury leren kennen op een manier waarvan ik dacht, amai, we zijn zo verschillend. En toch, als we onze krachten bundelen, kunnen zo'n toffe dingen doen. Ja, ik vond dat gewoon heel tof. Het was een heel bijna idyllisch moment eigenlijk. Wat zou je anders gedaan hebben? Goh, dat is een moeilijke vraag, hè. Ik zeg altijd, ja, regret nothing. Ik heb het spel gespeeld zoals ik ben. Ik zou misschien net iets meer geprobeerd hebben om minder serieus te zijn tijdens de opdrachten en misschien nog meer genieten. En misschien niet voor 100% de overwinning te gaan, maar 80% en dan ook wat meer los te zijn of zo, kunnen niet. Heb je ergens gemold? Ik heb oprecht nooit gemold. Nee, nooit. Al wat je ziet, wat je zou kunnen denken dat sabotage is, ik denk dat gewoon mijn persoonlijkheid is. Dus ik heb echt nooit gemold, ik heb nooit iemand op een verkeerd been willen zetten. Ik heb nooit geprobeerd om te saboteren, nee. Is dit voor herhaling vatbaar, mocht het kunnen? Ah, direct, ja. Ja. Kan het? Ja. Nee, ik zou het onmiddellijk ook niet doen, ja.